Het is vandaag zover. Nog 3 uur tot Schiphol en 8 uur tot we vliegen naar. Bij de Starbucks. We hebben allebei een koffietje besteld en een blueberry muffin. Bij de blueberry muffin hebben we allebei opgegeten, voor het grootste deel, niet helemaal. En vandaag gaan wij tempels bezoeken. Drie tempels gaan we bezoeken. Mm-hmm. En ja, daar gaan we jullie natuurlijk meenemen. Bij Wattagon Tempel, 400 baht uitgegeven. En gaan we even mooie shots maken van deze tempel. Heb jij toevallig een voetenfetish of niet? Nee? Ah, oké. Okay. Je was aan het filmen. Iedereen koopt daar een bakje met muntjes. En die doen die er allemaal in. Dan heb je zo'n bakje met allemaal muntjes. Allemaal bakjes. Met allemaal muntjes erin. Alleen maar bakjes. Heel raar. Dat niks van. Bij Chinatown. Wie vindt het niet heel leuk? Ze loopt ook daar in een eentje heel snel door. We zijn er klaar mee. Met Chinatown. Want er zijn 2 straten doorgelopen. 2 overvolle straten. Ja. En nu. Het is mooi, maar echt vol wet. Het is mooi en niet voor ons. Dus we gaan maar. Nice. Dit is Pien de favoriete snack. Ik ga hem nu ook proberen. Pien heeft al 2. Ik heb hem nog niet op. En Pien heeft er al 2 op. En ze heeft nu ook 2 nieuwe gekocht. Dus hopelijk heeft Pien een goede smaak. En? Ja, oké, dit is wel lekker. Ja, wel hè? Ja, dit is wel lekker. Ja. Die krijgt een goede 8. Ja, wel. Ja, hij krijgt een goede 8. Oké, nice. Okay. Nou, dankjewel voor deze review met David en een driehoekje met rijst en tonijn erin. Houden we. We zijn hier bij Icon Siam. Veel te dure winkel voor ons. Daar hebben we geen geld voor. Allemaal Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Cartier. Dus, later. Ik ben hier de eerste video aan het editen. En ik kom erachter tijdens het editen dat ik eigenlijk helemaal de video niet heb afgesloten. Dit komt omdat we de dagen daarna eigenlijk niet meer zoveel hebben gedaan. We hebben nog even lekker door het winkelcentrum gelopen. En we hebben nog door Koos en Rood gelopen. Allebei gewoon korte stukjes. Dus de volgende video die zal beginnen met de laatste dag van ons in Bangkok. En met dat wij vertrekken naar Chiang Mai. Daar heb ik wel veel gefilmd. En ik ben ook steeds beter alles aan het filmen. En een beetje aan het uitvogelen wat ik wil filmen en wat ik niet wil filmen.
en wanneer ik wil filmen natuurlijk. Dus als het goed is de volgende video nog beter. En zo gaan ze alleen maar beter worden, de video's.